Nou, het is maar wat. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Doe jij het maar. Ja, dat het positief voor ons is geëindigd. En ik denk dat Lisse een zure nasmaak eraan heeft overgehouden. Hoe is deze week geweest? Hebben jullie gewoon 3 weken op penalty zitten trainen? Of? Nee, absoluut niet. Dat is ook een beetje te gek voor woorden natuurlijk. Kijk, penalties, ja, of je het als een loterij ziet, dat is natuurlijk verschillend. Maar je kan daar druk op leggen, maar je moet daar natuurlijk niet 3 weken mee bezig zijn. We hebben gisteren getraind en we zijn geëindigd met wat penalties. Wat is met wat penalties? Ja, kijk, degene die zouden trappen, dus de laatste 10 die hier ook op het veld hebben gestaan, die hebben wat penalties genomen. Sommige daarvan niet eens, die waren gewoon zelfverzekerd van morgen schiet ik me gewoon binnen. Dus ja, dat kan ook. En ja, zo hebben we ons voorbereid eigenlijk. Voel je ergens een beetje schuldig of helemaal niet? Ja, kijk, als sporter en als mens zijnde voel je je toch wel, wel schuldig misschien ten opzichte van naar Lisse toe. Omdat je zoiets hebt van, ja, kijk, weet je hebt gewoon verloren in principe. En in dat opzicht, kijk of je nou met ABBA of dat hele systeem, hoe je het ook wil wenden, of je nou zo wint of verliest. Kijk, Lisse heeft dan in dat opzicht hebben ze eigenlijk gewonnen. Wij hebben verloren. En, ja. Voor een fout. Ja, inderdaad. Klopt. Maar in principe, de regels zijn er om gehanteerd te worden natuurlijk. En wat dat betreft... Kun je niet echt voelen, toch? Nee, precies. Nee. Kijk of je ze nou... Ja, dat zeg ik net. Dat systeem maakt in principe niet uit. In dat opzicht... Maar ja, goed. Je bent wel door. Er zat een trainer daar van FC Lisse. Die zei dat hij het zeer ongepast vond. Dat jullie feest gingen vieren op het veld na dit alles. Ja, dat snap ik wel, hoor. Misschien was het een beetje te... Ja, te uitbundig, het feest vieren. Ik heb er zelf niet heel veel van meegekregen. Maar ik begrijp dat wel. Aan de andere kant, jullie zijn door. Ik kijk nooit meer terug als je daar het hek uitloopt. Ja, precies, dat is ook weer zo. Maar kijk, we hebben gezegd van we moeten het in principe gewoon rustig houden. Niet te gek doen, eigenlijk snel gaan douchen en gewoon weer die bus in. Of we nou winnen of verliezen. Ik snap dat sommige jongens best wel wat ontlading hebben gehad. Komt toch wel best wel wat bij kijken natuurlijk. Alle media aandacht. En in dat opzicht ja, is het gewoon voor sommige jongens een ontlading die ze laten zien. Als jullie nu terugrijden in die bus naar huis, volgens mij is het best wel een rit. Luisteren jullie dan het nieuwe CD van ABBA? Ja, daar heb je over nagedacht, hè? Net 2 seconden, zeg ik eerlijk. Ja, we zullen hem eens even opzetten. Spotify, dan zoeken we hem op. Ja? En dan, nou. Onder het genot van het drankje. Oude Dancing Queen, gefeliciteerd. Ja, is goed. Dankjewel, man.